Welkom in mijn vierde videoblog van dit seizoen. We hebben een paar dagjes vrij. We hebben net het weerbericht gecheckt en er is een beetje kans op sneeuw in Arlberg, dus we hebben besloten van daar naartoe te vertrekken. Ik hoop dat we een goede dump krijgen. We zijn hier in Sint Anton aangekomen. De sneeuw buitenpiste is echt geen vette. Allemaal aangevrozen, valt niet veel in te doen. Ik heb een uurtje wat rondgeskiet op de piste, een beetje opgewarmd. En nu zijn we al in het park beland, hier een paar rondjes draaien. Normaal zou het straks moeten beginnen sneeuwen en morgen. En dan kunnen we hopelijk de dagen daarna een beetje freeriden. We lopen hier in het centrum van Sint Anton. Het is aan het regenen. Niet zo goed voor de sneeuw. Eindelijk blue sky met prachtige zichten. We zijn naar het hoogste topje van de berg getrokken. Hier is de sneeuw het beste. Hoe lager dat je gaat, is het veel te zwaar. Hierboven valt het nog mee, dus we gaan een paar korte, maar heel toffe rondjes doen. Zo, de skidagen in Sint Anton zitten erop. Jammer genoeg is niet alles gelopen zoals gepland. We wouden veel foto's maken en filmen, maar dat is jammer genoeg niet gelukt vanwege de omstandigheden. Het begon redelijk hoopvol met 20 centimeter sneeuw, maar daarna werd het veel te warm en ging de sneeuw over in de regen en heeft dat eigenlijk alles kapot gemaakt. Enkel op de hoogste toppen hebben we toch nog wat poeier kunnen scoren, gelukkig één dag. En dat heeft nog wel enkele beeldjes opgeleverd. Foto's geen en ene deze week, want ook Taco, die de foto's ging maken, is jammer genoeg een hele week ziek geweest en bijna niet kunnen buiten komen. Dus sorry, geen spectaculaire beelden in deze videoblog. Ik zou zeggen, kijk nog maar eens terug naar de vorige. En hopelijk hebben we voor de volgende trip weer terug betere sneeuw.